Al 250.000 jaar voelt het zich thuis in Nederland. Maar nog geen 100 jaar geleden was het hier bijna uitgestorven. En nog steeds lijkt het niet overal gewenst. De natuur in ons volle land kent 10.000 plantensoorten en 25.000 verschillende diersoorten. En van de inheemse landzoogdieren is dit de allergrootste. Zo'n 200 kilo zwaar, met gewei soms meer dan 2,5 meter hoog. Nog geen 10.000 jaar geleden zag het ons, de moderne mens, voor het eerst. En wij het hert. En het is er nog steeds. Oorspronkelijk was heel Nederland bevolkt door edelherten. Maar nu komen ze alleen nog voor op de Veluwe en in de Oostvaardersplassen. In ons volgebouwde land lijkt er steeds minder ruimte voor ze te zijn. Al in 1966 schreef de natuurbeschermer Paul Ventener van Vlissingen: roodwild is een droom. Een legende. Een ongekende weelde in ons kleine, dichtbevolkte land. Ieder jaar, als eind september de kou invalt, speelt zich in ons land een schouwspel af dat al 250.000 jaar onveranderd is. Een schouwspel dat een belangrijk onderdeel is van de levenscyclus van het edelhert. De strijd om het recht van voortplanting. Een schouwspel vol geweld, passie, avontuur. En een schouwspel dat elk jaar weer meer publiek trekt. Na de bronst keren de herten terug naar hun eigen leefgebied. Uitgeput van de forse inspanningen en na een maand vrijwel niet gegeten te hebben, leggen ze soms enorme afstanden af over de Veluwe. En dan pas wordt duidelijk dat ze in de huidige tijd leven. In een gebied dat doorsneden wordt door wegen, spoorlijnen, bebouwing en de bijbehorende hoeveelheid mensen. Met haast. Nog niet zo heel erg lang geleden was het edelhert zelfs op de Veluwe bijna uitgestorven. In 1937 waren er nog maar 150. Direct na de Tweede Wereldoorlog in 1946 heeft nota bene een aantal jagers het voortbestaan van het edelhert in Nederland veiliggesteld. Er werd een vereniging opgericht, die we nu kennen als Vereniging Het Edelhert. En mede dankzij deze vereniging is sindsdien de hertenstand planmatig beheerd, werden rustgebieden ingesteld en kwamen er jachtopzichters die de zorg voor de dieren professioneel uitvoerden en de stroperij in sterke mate terugdrongen. Het edelhert bleef behouden voor Nederland. Alleen bleef hun levensruimte beperkt tot de Veluwe. Het gaat wel goed met de edelherten op de Veluwe. Meer dan 2000 herten hebben hier een natuurlijk bestaan, waarbij hun leven zich voltrekt op het ritme van de seizoenen.
Het is het einde van de winter. In februari en maart moeten de mannelijke herten hun belangrijkste wapen tijdelijk inleveren. Het gewei. En dat maakt dit sterke, wilde dier opeens even heel kwetsbaar. En onzeker. Voelt even vervelend, maar vanuit de zogenaamde rozenstokken begint er eigenlijk al direct een nieuw, vaak groter gewei te groeien, omgeven door een goed doorbloede huid. De bast. De Veluwe kun je zien als een begrensd, omheind eiland waarop een grote groep edelherten geïsoleerd leeft. Deze grenzen zijn door mensen aangelegde barrières en obstakels. De natuur kent enkel deze door ons bedachte grenzen, loopt er tegenaan, heeft er vaak last van of trekt zich er soms niets van aan. Ten oosten van Nederland, net over de Duitse grens, ligt het Forst Bentheim. Hier leeft een groep edelherten in een gebied dat uit bos, open velden en omringende landbouwgronden bestaat. Ze worden niet tegengehouden door hoge hekken. De boeren daar kennen de dieren en zijn eraan gewend dat de herten hun landerijen bij tijd en wijle bezoeken. Zolang dat bezoek niet leidt tot veel schade, hoor je de boeren niet klagen. Het lijkt of wij in Nederland zijn vergeten dat er in gebieden waar ook landbouw bedreven wordt, een soort als het edelhert prima kan voorkomen. Het cultuurlandschap in het oosten van ons land trekt de laatste jaren steeds vaker edelherten uit Duitsland aan. Op eigen kracht komen ze naar ons toe, omdat ze zich hier prettig voelen. Er is rust, ruimte, voedsel. Maar hier openbaart zich een eigenaardige situatie. Aan de ene kant is het edelhert een inheemse, beschermde diersoort. Dat zegt de Flora- en Faunawet. Aan de andere kant bestaat er nationaal beleid dat zegt dat buiten de Oostvaardersplassen en de Veluwe er geen plek is voor het edelhert in Nederland. Daar geldt in principe een nulstandbeleid. Maar sinds 2002 mogen de provincies het beleid zelf invullen. En wordt er per provincie anders met dit beleid omgegaan? Als er dan plotseling herten opduiken, weet niemand hoe ermee om te gaan. Tolereren, omarmen of weren. De belangrijkste argumenten om edelherten te weren zijn verkeersveiligheid, landbouwschade en veeziektes. Maar hoe groot zijn die problemen eigenlijk? Reeën mogen wel overal komen. Die zijn dan wel een stuk kleiner, maar die houden ook van landbouwgewassen. En ze kunnen ook wel eens ziektes met zich meedragen. En ze belanden eveneens vaak onder een auto. Er wordt in Nederland hard gewerkt om natuurgebieden weer met elkaar te verbinden. Daar is een naam voor bedacht. De ecologische hoofdstructuur. Dieren en planten kunnen niet opgezadeld worden met een beperkt leefgebied. Dan gaan er soorten verdwijnen. Verlies aan biodiversiteit heet dat in vakjargon. Een sterke, soortenrijke natuur is een natuur waar uitwisseling mogelijk is. En het edelhert is een ambassadeur van die natuur.
Als een hert erin slaagt grenzen te overschrijden en van gebied tot gebied te trekken, dan geldt dat evenzeer voor heel veel andere soorten. Tijdens die trek moeten er behalve rivieren ook spoorlijnen, lokale wegen en snelwegen worden overgestoken. Ecoducten zijn prachtige oplossingen voor het passeren van snelwegen, zonder dat de weggebruikers er hinder van ondervinden en zonder dat er dieren sneuvelen. Deze ecoducten zijn er zeker niet alleen voor herten. Andere dieren maken er ook dankbaar gebruik van. En zelfs planten liften mee, in de vorm van zaden in de vacht, tussen de hoeven en in de maag. De natuur is een complex en samenhangend systeem van soorten die van elkaar afhankelijk zijn voor hun overleving in het wild. De Veluwe. Het is voorjaar. 8 maanden na de bevruchting worden de kalfjes geboren. Al vanaf een jonge leeftijd krijgen de edelherten met obstakels te maken. Maar dat hoeft gelukkig niet altijd een probleem te zijn. In de zomer, als de kalfjes groot worden, groeit bij de mannelijke herten een nieuw gewei op. Voor dat gewei zijn veel mineralen nodig. Landbouwgewassen zijn belangrijke bronnen van mineralen, maar ze zijn niet altijd beschikbaar voor de herten. Het enorme gewei vertelt nog iets over deze dieren. Zo'n gewei is wel erg lastig in een dicht bos. Herten horen dan ook eigenlijk meer op de open vlakte thuis. Wanneer het nieuwe gewei volgroeid is, gaan de herten vegen. De basthuid sterft af en dat gaat gepaard met enorme jeuk, zodat er geschuurd en geveegd wordt tot het laatste stukje vel eraf is. Wat tevoorschijn komt, is een nieuw middel om te imponeren en te domineren. En opnieuw speelt zich op verschillende plekken op de Veluwe en in de Oostvaardersplassen een strijdtoneel af. Het Oostvaardersplassengebied is de enige plek in Nederland naast de Veluwe waar het edelhert officieel in het wild voorkomt. Begin jaren 90 is er in dit woeste natuurgebied een aantal edelherten uitgezet. Ze hebben zich vermenigvuldigd tot meer dan 2000. Dit gebied verschilt heel erg van de Veluwe, maar toch voelt het edelhert zich ook hier goed thuis.
Ook op de Veluwe is de bronst weer in volle gang. Een jaarlijks terugkerend eeuwenoud schouwspel met steeds wisselende spelers. De Steile komt ten tonele. Dit is het oude, dominante hert. Maar bijna tegelijkertijd meldt Kasper zich. Een jonge god. Met pretenties. De hindes zullen enkel paren met een winnaar. Het plaatshert. En dat is een rol die Kasper zich wil toe-eigenen. Maar de oude Steile is het daar absoluut niet mee eens. De dreiging is voelbaar. Maar er gebeurt niks. Totdat in de bosrand een ander imposant hert opduikt. Boris. Kasper en de Steile weten dat ze geen kans maken tegen dit hert dat de hindes nog kennen van het jaar daarvoor. Boris is gigantisch en zal voor niets en niemand plaatsmaken. Kasper burrelt nog wat, maar durft de confrontatie niet aan en maakt zich uit de voeten. Ook de Steile weet dat hij het in een gevecht zal afleggen. Boris drijft direct de hindes bij elkaar en zoekt een hinde die gereed is voor de paring. Ondanks zijn imponeergedrag heeft Boris toch moeite de groep hindes bij elkaar te houden. Enkele nemen wat afstand, waar meteen gebruik van wordt gemaakt door een nieuw hert. Een vreemdeling. Boris is woedend en maakt zich op voor een confrontatie. Nu komt het aan op pure kracht. Vreemdeling druipt verslagen af. En Boris is nog steeds het plaatshert. Hij dirigeert zijn roedel naar de bosrand om zijn zwaar bevochten prijs te innen. Voor de Steile is er dit jaar niets meer te winnen. En de ondertussen zwaar gefrustreerde Kasper is misschien volgend jaar aan de beurt. Het gaat over leven, maar ook over dood. Want regelmatig overleeft een hert de heftige strijd om het recht op voortplanting niet.
In de natuur gaan dood en leven hand in hand. Edelherten moeten zien te overleven in onze harde, drukke en ingewikkelde wereld. Ze moeten steeds op zoek naar een gebied waar ze zich thuis kunnen voelen. En dat hoeft niet per se op de Veluwe te zijn. Er wordt hard gewerkt aan het vergroten van de Veluwe als leefgebied voor herten. Zo worden rasters en hekken weggehaald. Steeds meer plekken mogen door edelherten worden bezocht. Men noemt dat poortgebieden. De Utrechtse Heuvelrug bijvoorbeeld lijkt geschikt voor edelherten. En via de poortgebieden wordt er gewerkt aan verbindingen daar naartoe. Een ander mogelijk leefgebied in Nederland bevindt zich in Drenthe. De verbinding tussen de Veluwe en Drenthe wordt steeds meer mogelijk doordat langs de rivieren en de beken verbindende natuurgebieden worden ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld in het Vechtdal en het Reggedal. Drenthe is relatief dun bevolkt en door de afwisseling van natuur- en cultuurlandschap biedt het een omgeving waar het edelhert zich goed thuis kan voelen. En vanaf de zuidkant van de Veluwe is het steeds beter mogelijk Duitsland te bereiken. Dat kan omdat de uiterwaarden van de grote rivieren natuurlijker worden ingericht en beheerd. Bijvoorbeeld de Millingerwaard bij Nijmegen. Natuurontwikkeling in het rivierengebied kan voor het edelhert en vele andere soorten werken als een verbindend element met bijvoorbeeld het Reichswald. In het zuiden van Nederland liggen ook goede leefgebieden voor edelherten, zoals de Kempen in Brabant of het grensgebied tussen Limburg en Duitsland. Enkele jaren geleden zijn er wel herten in het Weerterbos uitgezet, maar nog wel binnen een raster en ze mogen nog steeds niet de rest van het gebied gaan bevolken. Ooit kwamen edelherten overal in Nederland voor. Nu leven ze nog enkel in twee officiële gebieden, samen nog geen 3% van ons landoppervlak. In de toekomst zouden ze meer leefgebieden kunnen gaan bevolken en die bij voorkeur op eigen kracht bereiken dankzij verbindingen tussen bestaande en nieuwe gebieden. En als het edelhert zich in die nieuwe gebieden weet te handhaven, dan geldt dat voor heel veel verschillende soorten dieren en planten. Het edelhert is een graadmeter voor hoe onze natuur ervoor staat en hoe wij met onze natuur omgaan. Als dit dier geen plaats meer heeft in ons land, raken we meer kwijt dan alleen deze ene ambassadeur van die natuur.